Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het in Niveau TV Magazine. Een mandje met eieren, een paraplu, een vat wijn, want dan krijg ik niet getild, en 50 kilo aardappelen. Dat is wat we nodig hebben voor de ultieme autotest die we vandaag in Niveau TV Magazine gaan uitvoeren. Een autotest op een automobiel wat in 1948 is ontwikkeld voor het daglicht zag op de Autoshow van Parijs. En er zijn er inmiddels tot en met 1990 5.110.000 van gebouwd. Het is een hele speciale test en u bent erbij in deze uitzending van Niveau TV Magazine. En dit is dan de auto waar we onze test mee gaan uitvoeren, en, of althans het type. En dat is dus ook de auto waar deze uitzending van Niveau TV over gaat. Het gaat over de Deux Chevaux, de 2 pk, de eend of de geit, zoals de Belgen zeggen. Alles begon eigenlijk in 1936 toen Citroën een nieuwe directeur kreeg. En dat was Jean-Pierre Boulanger. Die gaf opdracht aan zijn ontwerper Lefebvre om een auto te bouwen voor het Franse volk. De voorwaarde was dat je je eerste plaats je vrouw kon meenemen, je vat wijn kon meenemen van 50 liter, 50 kilo aardappelen kon meenemen, een mandje met eieren en daarmee moest je over het omgeploegde veld kunnen rijden zonder dat ze kapot gingen. En je moest er op zondag mee naar de kerk, inclusief hoed, kunnen instappen om in je zondagse pak toch nog droog aan te komen. En daardoor moest het dakje ook nog afgeschermd kunnen worden. Met andere woorden, een paraplu op wielen. De eigenaar van deze restauratiebedrijf, Annex Sloperij, is Olivier. En Olivier heeft het vak geleerd van zijn opa. Olivier, combien de Deux Chevaux vous avez restauré déjà avec votre grand-père? Restauré déjà pas mal, ça fait quelques années que l'on fait ça. Oui. Mon grand-père a commencé en 1969. Ah voilà. Voilà. Et moi j'ai repris il y a 6 ans. Ok. Il y a 6 ans, donc je restaure à peu près 2-3 voitures par an. Die Deux Chevaux, die eerste prototypes, die waren dus al voor de oorlog gebouwd. En Duitsland bouwde daar in diezelfde tijd zijn Volkswagen. Maar toen de oorlog uitbrak, toen gaf de directeur van Citroën opdracht om de 250 exemplaren die ze als testmodel hadden gebouwd, meteen te vernietigen. Want ze waren bang dat de Duitsers hun ontwerp zouden stelen. In 1944, augustus 1944, toen Frankrijk bevrijd werd, hebben ze de draad er meteen opgepakt en zijn ze verder gegaan met ontwikkelen. Want aanvankelijk was hij namelijk van aluminium, maar dat deed heel erg veel problemen opleveren. Zijn ze weer van voren aan begonnen en in 1948 was het eerste rijdklare exemplaar klaar. Hij had een aantal hele leuke kenmerken. En één daarvan is dat het heel simpel moest zijn, zoals bijvoorbeeld de benzinemeter. Kijk, dat was gewoon een pijlstok die hierin zit. En dan kon je zien hoeveel benzine dat er nog in zat. Iets anders was bijvoorbeeld de snelheidsmeter. Die was aangesloten op de versnellingsbak met een kabeltje. En de draaien van het kabeltje deed dus de meter laten lopen. Dat is helemaal beslagen op dit exemplaar uit 1957. Het motortje was een tweecilinder boxermotortje. En dat had een cilinderinhoud van 375 cc en een effectief vermogen van 9 pk. Dan zou je zeggen, waarom heet hij dan 2 pk? Nou, dat is heel simpel. De Franse fiscus drukt uit in pk, betekent dus niet chevaux, nee, dat betekent chevaux vapeur, druk. Vapeur is druk, met andere woorden, stoomdruk, 2 pk stoomdruk.
druk. Dat is 2 cv en dat is dus 9 pk in de verhouding zoals wij dat vandaag de dag uitdrukken. Die 2 pk, oftewel die 9 echte pk zoals wij hem uitdrukken, die is in de loop der jaren wel opgevoerd. Want hij haalde maar een snelheid van 65 km. En in de jaren 60 moest die snelheid natuurlijk omhoog vanwege de verkeersveiligheid. En ze hebben de motor vergroot naar uiteindelijk een 650, 670 cc en een vermogen van 29 pk. Waarmee die, zoals dit type, een snelheid kon halen van pakweg 115 km per uur. Parce que vous faites tout lui-même, hein? Oui, oui, oui. Et bien que les deux chevaux ou aussi les autres On fait la deux chevaux et beaucoup la traction avant aussi. Et traction avant. La traction Parce avant. Que j'ai vu aussi une deux chevaux de Renault à l'autre côté. Une quatre chevaux. Oui. Renault. Oui. C'est une quatre chevaux. Une oui. quatre chevaux, oui. Oui. Ah, d'accord. Oui, on fait un peu toutes les voitures populaires françaises. Ouais. Mais vous êtes spécialisé dans la deux chevaux. Et quel est le plus vieux que vous avez restauré? Dans la deux chevaux. Oui. Dans la deux chevaux, c'est les années 52-54. C'est très exclusif, donc. Oui, 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 il n'y a pas beaucoup de... Et les deux qui sont là-bas, les bleus Oui, alors ça, c'est deux modèles qui nous restent, que l'on doit restaurer, justement. Oui. Dont une de 54 et une de 57. Ok, ils sont à vendre aussi? Non, c'est non. des voitures déjà réservées, okay. qu'on doit réserver, qu'on doit restaurer pour des clients. Het waren natuurlijk niet alleen personenauto's die deux chevaux, nee, ook de besteluitvoering was heel populair bij bakkers, slagers en iedereen die wat te doen had. Zelfs de politie en de post in Nederland hebben ermee gereden. Maar ook hier zie ik de Franse bloemist Jardin, de hovenier. Hij heeft hem hier waarschijnlijk zelf geparkeerd, inclusief de boom, want hij staat er al zo lang dat de boom ongeveer letterlijk uit zijn oude deux chevaux groeit. De geuzennaam van de deux chevaux, dat was in Nederland de eend, in België de geit, maar een geit was het ook. In dit geval een klimgeit, want in 1953 haalde die het hoogterecord in Bolivia op de Chacaltaya op een hoogte van 5320 meter. Hij had hiermee het wereldrecord voor de auto die het hoogst was gekomen. Natuurlijk waren ook mensen die zelf een beetje goed konden sleutelen, handig waren. En een van die bewijzen dat mensen handig waren is dit hier. Die maakte gewoon een eigen kap. Normaal hadden ze een stofje dakje. Die heeft het gemaakt. Een eigen kontje en een eigen dakje. Dus dat waren losse bedrijfjes die dit soort dingen maakten. Vous faites quelques voitures à un temps, hein. c'est pour ça que vous voilà, resterez les. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on a en général 3-4 chantiers okay. en cours de travail, notamment des tractions okay. Citroën. Et ils sont comme neufs après. C'est entièrement restauré à neuf okay. et d'origine. Ok. Nou, dat wordt dan tijd om eens te kijken, want hij zegt, als ze restaureren, dan zijn ze compleet nieuw. Ik heb hem een deusje voor gevraagd. We gaan eens even kijken of er een ritje mee mogen maken. Zo. Olivier. Voilà. Je veux essayer. Voilà, les clés de chevaux. Faites attention. Ik zal proberen voorzichtig te zijn, maar we gaan hem wel uittesten volgens de regels waarop het hoort. Maar gelukkig versla je geen Nederlands. Heel waar. En daar staat hij. Ander uit. Et hop là, vive la France, avec son blanc, avec son rouge et son ciel bleu. Ah là là, c'est les vacances, on roule et tout le monde est heureux. Zo, tijd voor de ultieme test. Maar dan moet ik eens even uitstappen. Eens even kijken. Wat hebben we daarbij nodig? Het mandje met eieren. En een handrem. Hoppa! De paraplu. Het regent niet, dus die mag op de achterbank. Dakjes open. En zoals een echte Fransman betaamt, daar moet een zwarte gilet bij. Dus die doen we ook aan. En een Franse boer in die tijd had ook of een alpinopet, maar op zondag
een hoge hoed. Had ik die niet zo gauw kunnen vinden, maar wel een hoed. Dus die zetten we op. Je moet er zo mee kunnen instappen. En het mandje eieren. Dat mandje eieren, dat moet, als ik hier over dit veld ga crossen, heel blijven. Nou, dat gaan we eens even proberen of dat lukt. Ah. Klein zijn ze wel, die krengen. Dat instappen ging ook goed. Hup. Jongens, dat lukt. Met mijn eitjes kan je eerst blijven heel. Niks aan te merken. Nou jongens. Kijk eens even hier. De eitjes zijn nog altijd heel. Ik zou zeggen, test geslaagd. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Ivo TV Magazine. On est la France qui dit non, 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 non.